moeten forse boetes inderdaad zijn om echt een financiële prikkel te houden voor die huismelkers om zich aan de huurafspraken te houden. Want op dit moment is er dus helemaal geen sanctie op. Als je wint, heb je vrienden. En mede dankzij onze vrienden van Poon konden wij aan het begin van dit jaar de Radio Ring 2020. En ja, dan moet je iets terug doen natuurlijk. Je moet ze een beetje gaan helpen. Dat kun jij trouwens ook doen door Poon campaigner te worden. Ja, leg het mij maar uit. Maar als jij ervoor zorgt dat iemand lid wordt, dan krijg je een tientje. Die verzint het, hè? Dus gewoon even klik op de link hier rondom het filmpje. En dan kun je Poon mee helpen in de lucht te blijven. Wie denkt dat studenten alleen maar bier zuipen en brak op de bank liggen, heeft het mis. Hier staan ze vandaag te demonstreren tegen te hoge huren en willen een huisjesmelkersboete! 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 Waarom hebben jullie een koeienpak aan? Omdat studenten worden uitgemolken. We staan hier vandaag om te pleiten voor een huisjesmelkersboete. Studenten betalen eigenlijk stelselmatig veel te veel huur voor een woning. 8 op de 10 studenten betaalt te veel, gemiddeld 100 euro per maand. Daar moeten we natuurlijk iets aan doen. En een boete op huisjesmelken, dat is de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe is dat de beste manier? Want ik zou denken, als ik een huisjesmelker zou zijn, ik moet een boete betalen. En dan doe ik de huur gewoon nog hoger. Dan doe je de huur hoger, maar telkens als je de huur te hoog doet, dan moet je dus die boete betalen. En dan moeten forse boetes inderdaad zijn om echt een financiële prikkel te houden voor die huismelkers om zich aan de huurafspraken te houden. Want op dit moment is er dus helemaal geen sanctie op. Wat wij hier natuurlijk willen is dat de grenzen van hoeveel huur je mag betalen, dat die afgedwongen worden. Okay. Nu gebeurt daar niks mee. En gaat dit werken, denk je? Nou, we hebben hier wel heel veel koeien die laten zien hoe erg studenten worden uitgemolken. Ja. Dus we hopen dat het ministerie hier naar buiten kijkt en zegt van goh, er is toch wat aan de hand. Minister Ollongren van de onderwijspartij D66, ja, die doet hier niks aan. Waarom is dat? Ik vind dat ze er veel te weinig aan doet. Ze zegt eigenlijk in gemeenten lopen er een aantal pilots, zegt ze dan, met vergunningstelsels. Maar dat schiet nog niet heel erg veel op. En wij willen echt zo'n boete. En ja, dat is wel iets waar werk van gemaakt wordt. Want er is gewoon een crisis op de woningmarkt. En jongeren en studenten hebben daar heel erg onder te lijden. En die prijsstijgingen zijn nu. Het is geen tijd om te wachten. Het is tijd voor actie nu. Daarom lanceren we een petitie. En daarom voeren we vandaag ook actie hier voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Strijden dat die boete er komt, dat er misdragingen tegen studenten, dat daar een einde aan komt. Daar gaan we ons voor inzetten en we leggen ons er niet meer neer totdat die boete er is. Dat was een mooie speech, kwam recht uit je hart. Zeker. Want u staat echt achter de studenten. Ja, ik vind echt dat huisjesmelkers misbruik maken van de woningnood in Nederland. Studenten betalen zich helemaal blauw, dus die moeten beboet worden. Dat lijkt helemaal nergens op. En waarom is dat nog steeds niet gebeurd dan? Ja, de minister die draalt, die wil niet, die zegt het is wel een probleem, maar we hebben allemaal moeilijke wetten. Ja, als er een misstand is in de maatschappij, dan moet je daar wat aan doen. Ja, wat gaan we nu inleveren? We gaan een brief aan de minister op de reactie die zij aan de Kamer heeft gestuurd. Dit was een reactie die maar 2 alinea's lang was, met niet een hele grote verantwoording waarom dit niet mogelijk is gemaakt. En hier roepen we haar op om dit wel mogelijk te maken. Zo, hoe voelt dat? Ja, niet goed genoeg dan als er een huismelkersboete is natuurlijk. Maar wel veel beter dat we dit hebben laten horen en hopelijk krijgen ze snel reactie. Wat ziet u als de beste oplossing, ook een huismelkersboete? Ik vind dat er een huismelkersboete moet komen. Ik vind ook dat de huurstijgingen bij wet moeten worden gereguleerd en dat we misstanden moeten aanpakken. En hoe hoog moet zo'n boete zijn? Nou, best fors. Want het is natuurlijk, je bent spekkoper als verhuurder als je honderden euro's per jaar te veel vraagt. Dus dan moeten wel enkele duizenden euro's aan boete tegenover staan. Mevrouw Ollongren voert zo snel mogelijk een huismelkersboete in. Dan kunnen we eindelijk de huren van de studentenhuizen omlaag brengen. Vindt u dit een goed initiatief? Ja, ik vind het ook ludiek. Hè. Je moet ook demonstreren in de samenleving. Als je wat wil veranderen, moet je er ook voor opkomen. En er is natuurlijk een prachtige ludieke actie om dit hier aandacht voor te vragen. Huismelkersboete! 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 Huismelkersboete!